laatste spreker, Herman van Advas. En die is geweldig bezig als bedrijf. Avas is een mooie innovator, al heel lang. Eens kijken hoe hij kijkt tegen dit soort nieuwe vervoermiddelen. Herman, hoe vind je het uiterlijk van deze auto? Lelijk. Lelijk, hè? Ja, buitenkant of binnenkant of alles? Alles. Alles. Wat rijd je zelf? BMW. Een BMW. Dat is gewoon, ja. Dat is gewoon jouw standaard. Ja, dat is mijn standaard. Maar ik vind het wel gaaf. Nou, laten we even gaan rijden. Nee, hij is ook lelijk. Stop maar even, doe even de deuren dicht zo. Bam. Dan kunnen we dat zien. Heel goed. Als ik tel tot drie, dan zet je zo hard mogelijk de gaspedaal aan. Even wel handen aan het stuur. 1, 2, 3. Ja, zo hard mogelijk. Ja, 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 ja. Oké. Dit is erg. Het is de Tesla smile. Hij is lelijk. Je vindt het helemaal niks qua afwerking. Ja, maar hij is al snel. Hij weet wel een beetje naar voren te schuiven, toch? Ja, ja, hij is wel snel. Oké. Okay. Nee, dat is hartstikke goed. Hij is echt heel snel. Ja. Ah, ja. We zitten hier lekker in Amersfoort. Dan gaan we even hier rechtdoor. Vind je dat nou zo'n uiterlijk van zo'n dashboard of zo'n groot scherm? Veel te groot. Ik vind het echt veel te groot. Veel te groot. Ja. Ja. Ja, mensen die BMW hebben, die vinden dit helemaal niks. Ja, moeten echt een beetje aan wennen. Ik bedoel, kwalitatief zal het een perfecte auto zijn. Ik bedoel, hij kost een vermogen. Dus, maar. Ja. Ik word er niet warm van. Nee. Seksloos. Ja, echt seksloos. Ja, seksloos. Maar hij heeft wel een paar leuke fietsjes en we gaan nu even laten zien hoe hij zelf kan rijden. Nu kun je de handen van het stuur afhalen. Zo, en dan staat hij nu stil. Je ziet dat hij die auto hier voor je kent. En dan zometeen als het licht op groen gaat, gaan we gewoon zelf rijden. Heb je er vertrouwen in dat zo'n Amerikaan dat kan? Ja, het is pas één iemand overleden, geloof ik. Dus. Ja, die zat een film te kijken. Dus, ja. En dat mag eigenlijk niet. Een filmpje kijken. Dat is ook niet slim. Een beetje overdreven. Maar hij corrigeert dus nu ook gewoon. Ja. Hij denkt eerst, ik moet achter die auto's aan. Nee, maar hij blijft gewoon rechtdoor rijden. Hij weet dat hij 50 mag. Ja. Dus en neemt de snelheid over. Netjes. En vooral als je dan inderdaad lange afstanden moet rijden, is het gewoon verrukkelijk. Ja. Nu moet je zelf stoppen. Helaas. Er zit hier een camera in, hier, een rode lichtcamera, maar die software is nog niet geïntegreerd, is nog niet gearriveerd. Ja. En dan hier, als je dan ziet, ik heb over die air komen er allemaal updates, zeg maar. En dan krijg je allemaal updates over wat er dan nieuw in de software is. Ja, dus hij heeft, en een daarvan is zeg maar dat rode lichtcamera, daar zitten we allemaal op te wachten. Ja. Dus je mag, je kunt eraan zitten, maar dan neem je gewoon het stuur over als je zelf gaat sturen. Ja. Maar je kunt hem gewoon loslaten. Hij stopt nu wel. Ja. Hij stopt nu omdat mijn voorganger stopt. Ja. Hey, maar Avas is echt al jarenlang een innovatie. Een heleboel financiële bedrijven, financiële software is nooit innovatief. Gewoon van meestal de eerste 5 jaar, maar daarna stopt het. En jullie zijn al als familiebedrijf al heel lang innovatief. 21 jaar. Ja, dus jullie hebben ook afscheid kunnen nemen van code. He, dus software, dan moet je op weggooien, moet je opnieuw schrijven. Dat zijn de grote investeringen. Hoe doen jullie dat? Nou, dat zijn vaak hele jaren trajecten. Kijk, toen ik bij Avas begon, dat was 21 jaar geleden, toen zaten wij nog in het DOS-tijdperk, in het AS400-tijdperk, Novell-tijdperk. Ja. En toen kwam natuurlijk Windows op. En dat was, wij dachten dat doen we dan in 3, 4 jaar. Ik meen dat het iets meer dan 10 jaar geduurd heeft. Ja. Voordat we dat helemaal uitgefaseerd hebben. Sterker nog, we hadden in het begin nog zelf nog niet onze eigen database. Die hebben we later ook helemaal zelf ontwikkeld. En we zijn nu alweer bezig met de volgende generatie. Intern heet dat bij ons Profit Next. Daar zijn we op dit moment met al 6, ik denk misschien wel 7 jaar aan het ontwikkelen. Tjie. En dat doen we op dit moment met 50 mensen. Dag in, dag uit. En dat is eigenlijk. En dat is nog niet live, zeg nee, maar. Nee, dat is nog niet live. En dat zal in 2000. Oh. Ja, je moet af en toe even laten zien dat hij er is. Oké. Okay. Anders dat dan. Zal in 2020. Pas klaar zijn. Ja, en dan ook. Wat gaan we dan doen? Oh. Hij wacht even voor die andere auto. Ja. Hij is een beetje voorzichtig. Hij is heel voorzichtig. Die autopilot-auto's die gedragen zich allemaal heel netjes. Nou, houden we zo. maar pas in 2020 kunnen we dat gewoon vanavond. Ja, 2019, 2020. En wat is dat dan? Want jullie zijn al cloud-based. Hè? Je hebt al gewoon cloud-based versies. Ja, maar dat zo. Gaat ook veel verder. Je moet eigenlijk zien dat, dan ga je naar de wereld, dat alles .net zeggen we dan. Hè? Dus dat we helemaal onafhankelijk zijn. Hè? Dat is natuurlijk best
een hele grote ontwikkeling. Maar je wilt toch niet onafhankelijk? Je wil juist connected zijn met alles en alles in de hele wereld om je heen? Dat is ook juist. Met deze nieuwe software kunnen wij dus overal connected zijn. En dat maakt het wel, maar het maakt nog veel mooier. Ja, ik kan hier uren over praten, want eigenlijk ben ik niet eens een techneut. Maar als dan mijn collega Rolf de Jong van A&E, Architects and Innovation, daarover gaat vertellen. Ja, dan ben ik altijd wel heel stil. Want dan denk ik van, jemig jongen, wat zit er verschrikkelijk veel in. Maar nou, dan geef ik een vraag voor jou. We gaan veel meer naar een connected. Allerlei verschillende devices worden geïntegreerd. We willen eigenlijk gewoon afrekenen per minuut, per uur en op andere businessmodellen. Ga jij die software ook op een andere manier verkopen? Gaat jouw businessmodel veranderen door deze techniek? Nee, ik denk niet dat het businessmodel gaat veranderen. Ik denk dat ons businessmodel gaat nog meer integreren in de wereld waarin we leven. Wij zullen absoluut meer gaan connecten. Kijk, wij bouwen nu bouwstenen die we straks als een soort Lego aan elkaar kunnen koppelen. Ja. Dus een bouwbedrijf, zeg maar over 10 jaar. Ja. Hoe gaat die nou met jouw software om dan? Zit bijvoorbeeld video en design en designfases, zit dat nu straks ook in jouw administratieve software? Nu heb je zelf het overgenomen. Ja, je kunt weer gewoon klik-klik doen. Dat zou ik nu niet zo kunnen zeggen. Dat is nog te prematuur om er nu iets over te roepen. Wat ik wel zie, is dat het integreren nog veel verder gaat. Maar het zal met name nog veel intelligenter worden. Het zal veel meer... Nu moet je soms, als je bijvoorbeeld nu praat over bijvoorbeeld een hypotheek. Hè? Wat zijn de voorwaarden van een hypotheek? Nou, dus hoe lang los je een hypotheek af? Wanneer krijg je een hypotheek? Hoe is de rente aftrekbaar? Al dat soort zaken die zijn wij eigenlijk nu al aan het definiëren als componenten. Waar je straks niet meer over hoeft na te denken. Ja, en dat wordt natuurlijk heel gaaf. Gaan we naar links hier, draai weer om. Gaan we terug? Je kunt vast wel snel reageren. Ja. Want je moet zo meteen bij je spreker, dus dan moeten we even hier, moet je weer terug. Geef even gas. Doe even een BMW moment. Ja. Ja, inderdaad zo. Nou ja, in ieder geval, je blijft hier achter in de rij staan. Nee, ja. Maar die software die wordt natuurlijk wel... Ja, ik heb zelf al bijvoorbeeld heel leuk. Ik heb er als een opdracht geschreven in Tenbehavens. Ga eens een vliegveld met tickets, ga dat eens programmeren. Of definiëren. Het is niet meer programmeren, het is definiëren. Ja, ik heb daar ontzettend veel lol in gehad. En toen dacht ik, ja, met mijn beperkte verstand van... Ik ben geen software schrijver. Ik ben een gebruiker. Maar goed, je hebt software concepten 20 jaar voorbij zien komen. En altijd wat de techneuten beloven en wat er dan uitkomt. En hoe lang het dan duurt. Hè? Altijd een factor 2 of zo. Ja, maar bij ons valt het wel mee, hoor. Ja? Ik vind dat wij, als je naar onze development afdeling kijkt... Dan, daar zit wel gang in, hoor. Dat is niet zo van, kijk nu even naar het bordje. Ja, rechtdoor. Ja, maar staat daar zo'n apparaatje die maakt foto's. Oh, ja, oké. Je merkt wel dat wij succesvol zijn, heeft daar ook wel mee te maken. Dat we ook elk jaar gewoon met geweldig veel nieuwe features weer komen. Aanpassingen in ons product waar klanten waanzinnig blij van worden. En waar komen die features vandaan? Wie heeft die dingen verzonnen? Dat komt uit het veld. Dat komt voor nieuwe branches. Hè. We zitten nu in de bouw, zijn we volop bezig. De integratie tussen BIM en AFAS. Ja, dat is geweldig. En daar moet je natuurlijk in investeren. Moet je dingen aanpassen. Afgelopen week hebben wij Young Capital binnengehaald in de uitzend detacheringsbranche. Ja. Ja, 85.000 mensen. Maar er moet wel een stuk software voor aangepast worden. Het grappige is, het wordt aangepast, het wordt uitgebreid, maar het blijft in die ene hoogwaardige standaard die wij al hebben. Dus iedereen heeft gewoon dezelfde software. In de cloud, ja. Ja, met dezelfde software. Ja, ja, dus geen aparte pakketten. Nee, oké. Dus je hebt geen ongelofelijke achterstand als je weer een nieuwe update wil hebben. Nou, als je in ons bedrijf komt, we hebben 1 supportafdeling, we hebben 1 consultancybedrijf, we hebben 1 salesbedrijf. Ja, en dat... Ja. Hoe groot is het nu, AFAS? We zijn nu met 420 medewerkers, 390 FTE. Een omzet van? 122 miljoen. 3 ton per persoon? Ja, iets meer op dit moment. Is een goed winstgevend iets. Wat gebeurt er met de winst van het bedrijf? Daar investeren we zo meteen een nieuw pand van. Nou ja, de mensen delen natuurlijk ook in de winst. Wij geven 10% van de winst gaat terug naar de medewerkers. Mm-hmm. En wij zijn nu begonnen met de bouw. Ik ga straks een plaatje laten zien. De bouw van een heel nieuw AFAS Experience Center. Ja, en dat is... Het mooie daarvan is dat wij dat zelf financieren. Ja, ja, dat is inderdaad heel fijn. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Hoeveel mensen van de familie zijn eigenaar van het bedrijf? Uh,
wij hebben de familie Marzo van der Veld. En dat zijn, ik zeg het altijd, de grote aandeelhouders van ons bedrijf. En dan zitten nog wat aandelen bij de medewerkers. Ja, ja. En hoeveel mensen van die familie zijn dat? Of zijn nou, een je hele hebt Ton en Piet en dan Bas en Arnold. Dus zijn er met z'n vieren. Met z'n vieren. Ja. Dat zijn de grote aandeelhouders. Ja. Maar en die kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. Ja, buitengewoon. Ja, dat is heel leuk. Ja, ik werk met Piet al 31 jaar. Ja. Ik ben ooit met Piet begonnen. En nooit overgenomen, niks. Nooit gedacht van we gaan eens eventjes een beetje van in het buitenland, oh, nee, grootschalig aan de gang. Flikker op met buitenland, houd toch op. Dat is, ja? Dat is allemaal eigen geiligheid. Scheitigheid. Nee? Ja. Dat heb je toch, maar laat me nou wel wezen, ga nou eens naar Unit 4 kijken, ga eens naar Exact kijken. Ja. Wat is er nou nog mooi aan, wat is er nou nog leuk aan? Het zijn allemaal bedrijven die bezig zijn met... Ja, ik noem het dan met shareholders waarde. En natuurlijk, we willen allemaal een boterham hebben. We willen allemaal een leuke auto rijden en een leuk huis. Maar er is toch ook veel meer. En die lol die wij hebben met elkaar is zo onwijs, ja, gaaf. En ik merk dat nog elke dag. Anders zou ik het ook, ja, dan zou je wat anders gaan doen. Ik heb dan nooit gedacht van, ik ga wat anders doen. Nooit. Oké, okay. Nee. Nou, heel mooi. Hey, wat vond je van dit, van dit product? Van Tesla? Ja. Ah, ik vind het op zichzelf heel knap dat je zo'n auto in elkaar kan zetten. Nee, maar het gaat even om de ervaring van het rijden en dat autopilot en dat soort dingen. We weten al dat je het een lelijk ding vindt en ja, dat er geen seksappeal zit. Maar gewoon maar als... Kijk, het leuke is, ik heb zelf ook adaptive cruise control in mijn BMW. Ja. Dat werkt niet anders dan hier. Dat is al precies hetzelfde. Het enige wat je hebt is de snelheid. Hij is natuurlijk bloedsnel. Mm-hmm. En dat tussen lijntjes blijven en zo en dat zijn sturen, gebruik je dat ook? Ik heb, ja. Maar ik corrigeert hem ook zelf. Ja. Dus ja. Niks bijzonders behalve dan elektrisch. En dat ga je ook doen met BMW. Ik wel. Ja, ik denk wel dat ik... Het zal nu niet de volgende auto worden. Maar ik denk dat met 4 jaar Nederland meer dan 50% elektrisch rijdt. Oké. Dankjewel Herman. We gaan luisteren naar jouw presentatie. Ben benieuwd.